Hallo allemaal, welkom bij deze extra video. Ik ga vandaag met jullie een Craft Surprise pakketje unboxen van Marianne Dessert. Ik heb het al eens eerder gedaan en ik denk, laat ik dit keer ook maar eens even gaan kopen. Ik had hem wel opengemaakt, maar toen dacht ik gelijk, laat ik de camera maar aanzetten en dan samen met jullie kijken wat erin zit. Als je hem niet wil zien wat erin zit, dan moet je niet verder kijken. En anders blijf je lekker gezellig erbij. Nou, we gaan eens kijken wat erin zit. Een maaststencil. Leuk om een achtergrond mee te maken. Een snijmaal, een vierkante, heel gedetailleerd. Even kijken. Dat zijn takjes. En daar zitten nog meer takjes, een vogeltje en een nestje bij. Dan hebben we nog een snijmaal. Met een blaadje en een bloempje. Een stoeltje. Volgens mij heb ik die al. Ach ja. Misschien aan iemand geven die hem nog niet heeft. Dan heb ik deze nog. Dat is deze. De linker. Ook wel leuk om een tekstje in te stempelen. Best gaaf. Nog een snijmaal van een staande en een hangende vogelhuisje. Eigenlijk zou je hem uit moeten stansen, want als je hem zo ziet, denk ik van ja, hoe ziet dat er eigenlijk uit als die uitgestans is? Ik zal eens kijken. Dan hebben we een stempel. Butterfly. Dit silhouet. En deze kun je hier bovenop stempelen. Of gewoon allebei los. Want die andere heb ik al. Maar die heb ik maar 2 of 3 keer gebruikt nog. Maar dan heb ik ze nou allebei. Hey, nog een stansmal. Een schelp met een parel. Meer zeethema, waar ik eigenlijk niks mee heb. En het laatste, ribbons. Leuk lint. Oh. Leuk lint om te verwerken of ergens omheen te doen. Even kijken of het klopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 items. Ja, klopt helemaal. Alleen jammer dat er maar 1 stempel in zit eigenlijk. Volgens mij staat dat er ook op. Ja, 6 cutting dies, stencil, stamp en ribbons. Voor mij hadden ze wel een stempel erbij in mogen doen. Maar dit is ook alsnog leuk. Nog een keer nummer. Tenminste, als ik hem al gezegd heb. Dan is nu pas de PA4183. Van Marianne Dessert. Ik ga eens kijken wat ik hier kan van gaan maken. En de volgende video denk ik dat ik hier wel iets mee ga doen. We zullen eens kijken. Nou, dit was even een korte video om samen met jullie dit uit te pakken.
Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. De gewone kaartmaakvideo. Doeg!